Goedemorgen, ik ben Geert Ooms en vandaag gaan we filmen met Fox. Het is direct al een goed begin van de sessie. Een heel mooi schubje en zo vroeg op de morgen, dus er kan nog veel gebeuren. We hebben nog één nacht in het verschiet. De weersomstandigheden zijn ideaal. Begin van de zomer en je zou eigenlijk zeggen dat het herfst is. Dus visomstandigheden, top. Kijken of we er nog eentje kunnen vangen. Ook al is het maar een kleine haakwonde, ik ga hem even een beetje verzorgen. Carpcare erop. Dan kan die wonden al zeker niet gaan ontsteken. Bedankt, kleine rekker. Zo, gaan we even de hengel terugbrengen. Ik duw de boot af en dan kijk ik op de dieptemeter. Ik vis op een hobbel, dus het gaat van 6 meter naar 3,80 meter ongeveer. 3,80 meter, 4 meter. Daar wil ik hem precies bovenop hebben. Dus off we go. Zo, 3,9. Ik ga nu even over de stek varen en dan trek ik de boot terug en dan drop ik hem precies op de bovenkant van die hobbel. Voilà, dus hier gaan we terug dieper naar beneden en de boot terughalen. Dat is niet eens zo evident met die wind. 3,7. Een beetje gas vooruit. En droppen. Ziezo, perfect. Dat is een bult die loopt tussen deze oever en de overkant. En dat is een stuk dat 2 meter ondieper is dan de rest. Dat is eigenlijk een soort van plateau. Rondom die plateau staan wel wat wierbedden, maar bovenop op de plateau is het vrij zuiver. Je zal zien als ik zo meteen naar dieper water kom, dan hier krijg je al plukjes wier. En zo meteen wordt dat wier nog wel wat erger. Ongelooflijk, hè? Die hengel ligt er nog maar net in en hij gaat alweer. Nog fantastisch is dat. Ik ben eens benieuwd, deze voelt een stukje groter aan, dus ik ben echt benieuwd. Op en in het net. Yes! Perfect gehaakt in het midden van de onderlip. De tweede vis van de ochtend. Iets groter dan zijn voorganger. Dus daar ben ik heel blij mee. Echt super. De zon is ondertussen ook al terug van de partij. Dat maakt het toch wat aangenamer. Fantastisch. Zal die zijn, ik heb hem niet gewogen, kilo 14. Zoiets. Ik had hem op een klauwpunt haak en op een uitgebalanceerd tijgernootje met een kurkenstaafje in. Cortex onderlijn. Blijft eentje van mijn favorieten. Ja, het zat mooi gehakt in de onderlip, dus precies zoals het hoort. En daar kan ik op vertrouwen. Nou, dan zullen we hem eens terugzetten. Dat is mooi zo.
heel blij met deze. Nu op naar de volgende. Gaan we hem terugzetten en kijken of we er nog eentje kunnen vangen. Goed, we zijn nu halverwege de dag en de activiteit is een beetje stilgevallen. Vanochtend had ik twee vissen, allebei op dezelfde hengel. Die vissen kwamen allebei op dezelfde aas, dezelfde rig. En ja, het is nu wel een mooi moment om even de rig te laten zien waar ik die vissen mee gevangen heb. En in feite is dat een heel simpele onderlijn. Dat zijn kant-en-klare tijgernoten, tijgers in tellen. Die heb ik uitgeboord, dus er zit een kurkenstaafje in zodanig dat die gebalanceerd zijn. De haak is een white gape beaked, maatje 2. Maatje 2 zorgt al voor vrij veel gewicht, zodanig dat ik geen extra loodjes en zo moet gaan voorzien. Een vrij lange hair. En onder water is het eigenlijk zo dat de haak net op de grond rust en dat de tijgernootjes van de bodem komen. Op de haak zal je zien dat er een kant-en-klare krimpkous staat. Nou, dat is lekker makkelijk en dat zorgt voor een prima inhaking, want beide vissen zaten perfect in de onderlip gehaakt. Dan ja, de onderlijn, een 20 centimeter Cortex tungsten, 35 pons versie. Een eindje gestript boven de krimpkous, wat knetbaar lood erop en klaar is Kees, dus moeilijker hoeft het niet te zijn. Die onderlijn die gebruik ik nu specifiek omdat ik op een watervis waar dat toch wel vrij veel wiergroei is. En hoewel ik op mijn dieptemeter kan zien dat de bodem vrij schoon is, ben je nooit 100% zeker dat alles zuiver is. Dus vind ik het wel belangrijk dat mijn haakaas ja, langzaam naar de bodem zakt. En als je een aanbeet krijgt, dat die vis, hè, zoals dat met deze onderlijn het geval is, dat die vis netjes in de onderlip geprikt zit. Dat tijdens de drill moest die vis vastzwemmen in een wierbed. Dat je toch je haak toch voldoende houvast heeft om druk uit te oefenen en die vis alsnog veilig op de kant te krijgen. Dus dat is een beetje de reden waarom dat ik voor deze onderlijn kies. Zo, het is inmiddels bijna 8 uur. De dag is heel rustig voorbij gegaan. Het is koud, we hebben heel veel wind gehad. Een beetje last met drijfvuil in de lijnen. Geen actie meer. Nog wel een paar vissen zien springen. Dus ik ga zo meteen de hengels nog eens opnieuw inleggen. En hopen vanavond als de wind wat gaat liggen, dat we toch nog een aantal vissen kunnen vangen. Nou, tenminste, met één vis meer zou ik al blij zijn. En dan zien we wel weer. Ik ben deze namiddag ook een klein beetje gaan rondkijken op wat andere stekken. Want ik speelde eigenlijk met het idee om te gaan verkassen. Maar ik heb toch besloten om dat niet te doen. Omdat ja, die andere stekken was eigenlijk geen visactiviteit te zien. Dat waren geen tekenen die erop wezen dat ik daar meer kans zou maken dan hier. En ja, hier heb ik vis gevangen, dus ik denk dat het verstandig is om gewoon te blijven zitten en kijken of dat we toch nog een aanbeet kunnen forceren. Goedemorgen. We zitten nu vandaag met heel andere weersomstandigheden dan gisteren. Gisterenavond zaten we met herfstachtige weersomstandigheden. Heel fris, sterke wind. En ik had er best nog wel een goed oog op en ik had gehoopt van nog een visje te vangen. Dat is niet gebeurd. Ik ben wakker gebleven tot bijna middernacht. Is goed geluisterd of er nog vissen sprongen of zo. Er was niks meer van activiteit te bespeuren.
vanmorgen redelijk vroeg uit de veren gekropen. Het was nogthans nog heel lekker warm in de slaapzak. Maar ik ben toch opgestaan om te kijken van, ja, of er ergens karperactiviteit te bespeuren was. Dat was niet. Ik heb een paar uurtjes over het water zitten turen. Dus ik verwacht niet echt dat het nu nog gaat lukken. Als alternatief heb ik nog een stekje wat verderop in de kant aangevoerd. Dat is een zone waarvan dat ik weet dat de karpers die soms bezoeken, maar ook onder specifieke omstandigheden. En de omstandigheden zijn nu niet echt goed. Dus een klein beetje overschot van particles heb ik daar gevoerd. Ik kan heel makkelijk tot op de bodem kijken, want het water is glashelder. Voor ik inpak ga ik toch nog even checken of er geen vis op het voer zit. En dat ik er misschien al struinend nog eentje kan vangen. Maar ik verwacht niet dat dat gaat gebeuren. Maar zeg nooit nooit. Dus we zullen zien. Eerst even lekker een broodje eten. Nog een koffie drinken. En dan zien we wel weer. Wanneer je het minste verwacht, dan krijg je toch nog een aanbeet op een hengel waar van heel de trip, van heel de sessie al niks op te zien was van activiteit. En het is een behoorlijk lange en zware drill tot nu toe, maar we zijn er bijna. De vis zat vast in een wierbed, dus ik heb even moeten trekken om hem los te krijgen. En zoals het er nu naar uitziet, komt dat dik in orde, hè? Mooie spiegel. Yes. Ja, ik ga momenteel de vis even in het net laten. En ik vis heel vaak met van die quicklink systemen, van die wartels met een haakje aan. En nu doe ik gewoon de onderlijn van de wartel. Hop. Dan kan de vis netjes in het net even blijven. Ik onthaak hem zo meteen als ik hem op de onthaakmat gelegd heb. Dan maakt de transport uit het water naar de onthaakmat toch wat makkelijker. Dus dat is voor zometeen. En nog een reden waarom je hem in het net laat. Waar zijn de fotospullen van de cameraman? Onze cameraman is net als een spullen in de auto gaan steken. Want wij wouden er stilaan een eind aan breien. En ik had geen aanbeet meer verwacht. Dus ik denk dat dit een prachtige afsluiter is van een heel geslaagde sessie. Het is top zo. Mooi spiegeltje. Echt tevreden mee. Goed. We zullen hem eens een keer gauw terug in het water gaan zetten. Hè. Nice. Ik ga verder inpakken, want de sessie zit erop. Het was een heel bijzondere, lange 24 uur sessie. Waarbij dat ik dan uiteindelijk 3 vissen kon vangen. Het was heel onvoorspelbaar. Soms heel moeilijk om in te schatten, want de aanbeten kwamen uit het niets. 2 vissen op tijgernootjes, 1 op een snowman. Nou, zo zie je maar. Dat blijft vissen, hè. Je hebt niet alles zomaar in de hand. Dus, hier zit het erop, dus graag tot de volgende keer en vergeet je niet te abonneren op het Fox YouTube kanaal.